Vermoeidheid komt regelmatig voor bij mensen met reuma. Bij reuma kunt u bijvoorbeeld vermoeidheid ervaren zonder dat u inspanning heeft geleverd en is het mogelijk dat rust niet helpt. In het algemeen hebben slaap, voeding, stemming en lichamelijke activiteiten invloed op vermoeidheid. Bij mensen met reuma komen daar extra factoren bij, zoals pijn en gewrichtsontstekingen. Vermoeidheid heeft grote invloed op u en uw omgeving. Om meer grip op de vermoeidheid te krijgen, kunt u verschillende dingen zelf doen. Wees u bewust van uw vermoeidheid, waardoor u activiteiten en rustmomenten beter over de week kunt verdelen. Bepaal welke activiteiten u belangrijk vindt en gebruik uw energie hiervoor. Beweeg voldoende, want regelmatig bewegen zorgt voor een betere conditie waardoor u minder snel vermoeid raakt. Voeding speelt ook een rol. Goede voeding helpt bij het verbeteren van uw gezondheid. Eet gevarieerd, onbewerkt en vers voedsel. Zorg voor voldoende slaap en een regelmatig ritme. Zorg tevens voor ontspanning voor het slapen gaan. Ga elke avond op hetzelfde tijdstip naar bed en sta in de ochtend op dezelfde tijd op. Dit heeft meer effect op uw vermoeidheid dan de duur van uw slaap. Vermoeidheid heeft effect op uzelf en de mensen om u heen. Vermoeidheid is niet zichtbaar voor anderen. Blijf in gesprek met de mensen in uw omgeving om wederzijds meer begrip te krijgen. Met deze tips kunt u de dingen die belangrijk voor u zijn zoveel mogelijk blijven doen. Bij Rayane kunnen we u op verschillende manieren ondersteunen. Bespreek met uw arts of reumenverpleegkundige. Zo helpen wij u om weer grip op uw leven te krijgen.